Hallo, ik ben Bart van MaxMusic en vandaag gaan we het hebben over de Beams StarColor 270 Zoom. Nou, wat is dit nu eigenlijk voor product? Nou, dit is meer architecturele verlichting, wat betekent dat het meer bedoeld is om een huis uit te lichten, of een groot winkelpand zoiets. Het is dus iets anders dan de DJ-verlichting die we normaal gesproken behandelen. Nou, wat kan die? Hij kan bijvoorbeeld zoomen wat betekent dat deze lens hier aan de voorkant naar voren en naar achter kan schuiven. Waar ik zo even een korte demonstratie van zal geven. Maar deze lamp heeft onder andere zoom, wat ik zo ook zal demonstreren. Maar het houdt eigenlijk in dat je controle hebt over de afstralingshoek en daarbij dus de oppervlakte die het licht bedekt. Dus is allemaal DMX bestuurbaar, in dit geval op kanaal 1. En dat is eigenlijk heel handig in zo'n product. Nou, naast de zoom heeft hij ook nog wat andere handige functies. Wat je nu eigenlijk aan verlichting ziet is de achtergrondverlichting. Op dit moment is er dus eigenlijk geen enkele LED die aanstaat, die je ook zult zien op het pand, maar het is meer gewoon een decoratie-item. Daarnaast is hij ook nog IP56 gekeurd. Wat eigenlijk inhoudt dat hij dus gewoon in de regen kan staan. Kan niet onder water, maar een buitje op zijn tijd kan in principe geen kwaad. De stroomstekker van dit product is misschien ook niet helemaal wat je gewend bent. Hij gebruikt namelijk de nieuwe PowerCon standaard TrueOne. Wat betekent dat de connector waterdicht is en onder belasting uitgeschakeld kan worden. Wat eigenlijk bij de oude powercon-stekkers niet was. Nou, bovendien is deze ook nog eens een keer voorzien van waterdichte kappen op zowel de stroomaansluiting als de DMX-aansluiting. Wat betekent dat als je geen kabels aangesloten hebt het product nog steeds waterdicht is. Nou, zoals net al gezegd zal ik even de zoom demonstreren. Dan heb ik hiernaast mijn handige DMX-controller staan. Waarbij ik dus met schuifje 1 heel makkelijk de lenzen kan verstellen. Wat nou, het om de, de achtergrondverlichting gaat, zul je niet echt een straal zien. Maar ik zal hem even op de muur mikken en dan kun je het misschien beter zien. Je draait gewoon een handige schroef aan de zijkant los, waarbij je hem eigenlijk 180 graden kunt verdraaien. Nou, dan ga ik even een van de leds aanzetten en dan zie je eigenlijk een flinke rode punt boven de muur verschijnen. En goed, natuurlijk heeft die RGB mogelijkheden, waardoor je de kleur lekker kunt instellen zoals jij wil. En als je nou een iets groter bereik wilt hebben, dan doe je gewoon dat. Om een idee te geven van hoe fel het product nou is, zal ik ook even de andere leds aanzetten. En dat is wel zo handig om het allemaal dezelfde kleur te geven. En als we nu zoomen, heb je een idee van de lichtopbrengst van dit product. In de studio ziet dit er niet zo heel indrukwekkend uit, maar je kunt je misschien voorstellen dat je in het donker met dit product best een flink pand uit kunt lichten. En zeker gezien de zoomfunctie kun je echt mikken op een bepaald object of natuurlijk de hele muur. Met dit product haal je een echte krachtpatser in huis. Hij kan buiten in de regen staan, hij heeft de zoomfunctie RGPW-LEDs waardoor de kleurmix echt fantastisch is. Hij wordt natuurlijk geleverd met een Omega-beugel waar je een haka kunt bevestigen. En met een veiligheidskabel, zodat je hem ook veilig in je trust kunt zetten of op een paal kunt zetten, zoals hier. Dus demonstratiemodel hebben we natuurlijk even niet gedaan. Vond je dit nou een leuk product en wil je er wat meer informatie over? Klik dan op de link hier beneden en ga je naar de productpagina. Vond je dit nou een leuke video? Druk op like, abonneer je op ons kanaal. En dan zien we je graag in de volgende video.